Open. Dokic leidt 4-3 in de tweede set. Ze heeft de eerste set gewonnen met 6-2. Dokic, Joegoslavische. Tegen de vrouw uit Rusland, Likhovtseva. Ja, 1-0. Dokic heel goed op drijf. 19 jaar Jelena Dokic, Likhovtseva 26. Speelt dan wat langer mee. Maar de voorhands en backhands van de jonge Joegoslavische doen heel goed werk. Jelena Dokic serveert 4-3. De eerste ontmoeting van beide dames. Ja, 0. Dokic als zevende hier geplaatst. 9e plaats op de wereldranglijst. We zullen ook nog even voor je doornemen wat ze gewonnen heeft. Dit jaar toernooi van Sarasota. Finale in Parijs, binnentoernooi in Straatsburg. En halve finales Amelia Island en Hamburg. Heeft niet in Australië gespeeld. Dokic, wegens een blessure. Mademoiselle Dokic, balle ramassée, s'il vous plaît. Dokic heel snel, heel fel. 5-3. Dit speelt zich allemaal af op die prachtige baan. Suzanne Lenglen. Likhovtseva serveert. Laat er geen gras over groeien, deze Dokic. 0-15. Likhovtseva voor de 8e keer hier. Nooit verder dan de 3e ronde. En dat geldt ook voor Dokic. Maar dat ziet er nou vandaag anders uit. .030 Likhovtseva. Een hele ambitieuze volley. Halverwege de servicelijn en de lange lijn. Nou, zo schiet het wel op. En het wedstrijdpunt, eerste wedstrijdpunt. Jelena Dokic. En de beste backhand die we van Likhovtseva gezien hebben. Dat is te veel. En 6-2, 6-3, Jelena Dokic. Ook weer een dikke uitslag, om dat zo te noemen. Het zijn niet echt wedstrijden waar je geweldig opgewonden van raakt, hoor. Deze vrouwenpartijen op dit niveau. Dan moet je veel verder in het toernooi zijn. Voordat er echt van goede kwaliteit sprake is van beide kanten. Goed, we maken ons op voor het rechtstreeks verslag van de volgende wedstrijd. Tommy Robredo, de jongste deelnemer hier van deze Open Franse kampioenschappen. Tegen niemand minder dan André Agassi. En we volgen nog even Dokic en Elena Likhovtseva op weg naar de uitgang van de baan. Suzanne Lenglen. En dan een kleine onderbreking en dan verder met Tommy Robredo, de jongste deelnemer, ter André Agassi.